De scholen zijn weer open, zonder de leerlingen en leerkrachten die thuis in afzondering zitten na een buitenlandse reis. Goedemorgen, beste wensen. Ben je op vakantie geweest? Nee. Ja, mensen. Ben je op vakantie geweest? Nee. Ga maar ontwetten. In het Verenigd Koninkrijk stijgt het aantal coronabesmettingen spectaculair. Schotland gaat in volledige lockdown en voor Engeland zal Johnson vanavond verstrengingen aankondigen. If you look at the numbers, there's no question that we're going to have to take tougher measures, and we'll be announcing those in due course. Donald Trump komt in opspraak na een gelekt telefoongesprek. Daarin is te horen hoe hij een minister onder druk zet om een verkiezingsuitslag te vervalsen. 177. Gerwin Price is de nieuwe wereldkampioen darts. En door de prestaties van de Belgische deelnemers wordt de sport ook populair bij een breed publiek. Het is 7 uur. Dit is Het Journaal met Annelies van Herk. Goedenavond. Het blijkt nogal mee te vallen met het aantal lege stoelen in de klassen vandaag, op de eerste dag na de kerstvakantie. Kinderen en leerkrachten die in het buitenland waren vorige week mogen voorlopig niet naar school komen. Ze moeten 7 dagen in quarantaine blijven en een coronatest doen. Maar blijkbaar zijn er dat niet veel. Dat leiden we af uit een steekproef van het katholieke onderwijsnet. Het beeld is gelijklopend overal. Het gaat over enkele leerlingen per school. Soms geen, soms wat meer. Een 5 à 10-tal. En hier en daar ook een leraar die afwezig is. De scholen hebben hun personeel en de ouders van de nieuwe coronaverplichting op de hoogte gebracht dit weekend. Maar sommige scholen deden toch nog een extra controle. Het Koninklijk Atheneum in Antwerpen bijvoorbeeld aan de schoolpoort vanmorgen. Goedemorgen. Prettige wensen. Ben je al verlof geweest? Nee. Dan mag je aan de hand. Beste wensen, hè. Dank je wel. Ben je op vakantie geweest? Nee. Gaan we ontwetten. Met de infraroodthermometer in de aanslag kan de vraag niet duidelijker gesteld worden. Het voorbije weekend was er al een mail verstuurd, maar dat alleen is niet genoeg, vinden ze hier. Ben je op vakantie geweest? Niet alle ouders lezen tijdens de vakantie die mailcorrespondentie of begrijpen ook sommigen de taal nog niet. En de resultaten van die controles lijken alvast bemoedigend. Uit de resultaten van vanochtend blijkt dat eigenlijk bijna iedereen hier in Vlaanderen is gebleven. Ja. Ja. Maar zeker weet je het natuurlijk nooit. Zeker weten we het niet. Hè. Met de krokusvakantie vorig jaar hadden we 2 leerlingen die in het buitenland toch wel een aantal weken vastgezeten hebben. Beste leerlingen, ik hoop dat jullie een fijne vakantie allemaal gehad hebben. We zijn hier terug. Niemand is hier naar het buitenland geweest. Dat hebben we al bij het binnenkomen gevraagd. In deze klas in het 5e jaar is dus niemand de voorbije weken op reis geweest. Maar sommige leerlingen hebben vrienden die dat wel hebben gedaan. Ja, ik denk dat sommigen wel in quarantaine zitten momenteel, maar ik weet niet of er zijn gaan testen. Ik denk dat die gewoon 7 dagen thuis zitten nu. Vind je het goed dat er aan de schoolpoort bij het binnengaan dat er wordt gecontroleerd? Ja, natuurlijk vind ik dat goed, want dat verkleint de kans op besmettingen. En dat moet toch nog altijd de bedoeling zijn. Vandaar dat ook in dit nieuwe jaar verschillende veiligheidsmaatregels op school blijven gelden. Al hoopt de directrice op beterschap. Voor 2021 wens ik iedereen opnieuw nabijheid. Een dikke knuffel, om het kort te zeggen. Aan leerlingen die thuis moeten blijven na een reis worden niet altijd online lessen aangeboden. Ze moeten vaak zelf de leerstof inhalen en verwerken. Voor de 12-jarige Juliette, die wij opzochten, voelt het in elk geval niet aan als een extra week vakantie. Dag Juliette. Hallo. Hoe was het in Frankrijk? In Frankrijk was het heel goed. Juliette zit in het eerste middelbaar en ze kan deze week niet naar school omdat ze op reis was in Frankrijk. Ik ben daar een week geweest in Frankrijk en ik was samen met mama, met mijn pluspapa, mijn broer en ik zelf. En we hebben daar toffe wandelingen gedaan en zo en gevoetbald. Omdat ze nu in quarantaine moet, mist Juliette een hele week les. Er zijn ook geen online lessen bij haar op school. Dus moet ze alle leerstof achteraf inhalen.
Ja, ik vind het wel een beetje baal. Want Frans, dat is zo, ja, een redelijk moeilijk vak voor mij. Dus om dat in te halen gaat wel redelijk lastig zijn. Dan maar een beetje voetballen in de tuin, TikToks maken of gamen. Juliette vindt het ook wel een beetje raar dat ze in quarantaine moet, omdat ze met hun gezin altijd in hun eigen bubbel zijn gebleven. Ik denk dat je toch het meeste kans krijgt op corona door op school te zijn, want in Frankrijk hebben wij maar één iemand gezien. En op school zie je er meerdere, zie je er 25 in mijn klas. En dan nog op de speelplaats, dus dan denk ik wel dat je daar meer kans hebt om dat op te lopen. Maar de regels zijn natuurlijk voor iedereen dezelfde. Ik zou wel blij zijn als ik terug naar school kan, want thuis zitten voor mij is niet echt gemakkelijk, want ik beweeg graag. Dus, en dan lachen mijn vriendinnen en zo. Dat kan ik hier ook niet doen, want ik heb niemand. Naar de aula komen mogen ze niet, de studenten. Maar om hun examens af te leggen, moeten ze wel komen naar grote hallen met veel afstand. Straks gaan we kijken in Flanders Expo in Gent. Eerst naar de Oosterweelwerf op de Antwerpse linkeroever. Daar zijn heel wat minder bouwvakkers opgedaagd vanmorgen. Zowat 100 van de 250 arbeiders waren er niet. Een deel van hen zit in quarantaine. In de bouwsector werken veel arbeiders van buitenlandse afkomst en die gaan al eens hun familie opzoeken in de kerstvakantie. Over de E17 in Antwerpen-West wordt er volop gewerkt aan een nieuw viaduct. Normaal gezien is er hier een grote bedrijvigheid. Vandaag is er maar een kleine ploeg van ijzervlechters aan de slag. Normaal zou hier 40, 50 mensen aan de slag moeten zijn. We hebben één ploegje ijzervlechters. Die werken wel voort. Maar daarmee gaan we natuurlijk onze planning niet halen. En zij gaan ook stilvallen als de bekisters niet kunnen starten, want dan gaan ze ook geen werk meer hebben. Veel van de buitenlandse werkkrachten zijn nog niet terug in België. Het gaat vooral om bouwvakkers uit Polen en Portugal. De aannemer heeft er nog geen zicht op of en wanneer ze terugkomen en aan hun quarantaine kunnen beginnen. Gezien de regelgeving nogal laat is gekomen, is dat toch een beetje chaotisch. We weten niet altijd welke mensen wel al in België zijn, welke niet onderweg zijn. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, want natuurlijk een week in quarantaine hier zitten, dat is toch niet een heel aantrekkelijk vooruitzicht voor die mensen. Dat betekent dat de vertragingen op de werf langer kunnen duren. Ze rekenen hier op minstens 2 weken. Intussen lopen ook andere kosten door. Dit heeft natuurlijk een impact. Hier staan 3 torenkranen die nauwelijks renderen vandaag. Er staat een hoop stelling, een hoop bekisting. Alle huur daarvan loopt door en momenteel zonder productie. Dus probeert de aannemer de bouwvakkers die wel aanwezig zijn zo goed mogelijk in te zetten om de impact zo klein mogelijk te houden. Vorig jaar zijn in ons land net geen 8000 bedrijven failliet gegaan. Dat is een derde minder dan het jaar voordien en het laagste aantal in de afgelopen 10 jaar. De cijfers komen van handelsinformatiekantoor Graydon. Dat er zo weinig zaken failliet gaan in volle economische crisis lijkt vreemd, maar volgens Graydon is het een gevolg van de steunmaatregelen van de overheid. Bedrijven in moeilijkheden zijn daardoor extra beschermd. Maar het is uitstel van executie wellicht. Zodra de steun wegvalt, wordt een golf aan faillissementen verwacht. 2020 was echt een catastrofaal jaar. En er is een heel deel van het verlies dat we ook nooit gaan kunnen terugkrijgen. Dus 2021 is wel een scharnierjaar. We hopen dat de situatie betert, dat de klanten weer meer in de winkel kunnen komen en dat de cijfers dan weer naar boven gaan. Anders vrezen we wel voor een aantal faillissementen. Ook voor de kledingwinkels geldt het verhaal van de faillissementen. Er zijn er al failliet gegaan, maar er zullen er nog veel meer volgen. Sommige handelaars klampen zich vast aan de koopjes die vandaag begonnen zijn. Ze hopen wat van hun stok te kunnen verkopen, want ze zijn met veel te veel voorraad blijven zitten dit jaar. Op de Meer in Antwerpen zetten stewards de hekken klaar voor de eerste dag van de solde. Afstand tussen jullie. Corona-veilig koopjes doen, dat is afstand houden, een mondmasker dragen en hier en daar aanschuiven om binnen te mogen. Ook om 10 uur 's ochtends zijn er al klanten. Omdat ik had gehoopt dat er nog niet zoveel volk ging zijn. En dat klopt hier volledig. Dus ik denk, we zijn er vroeg bij vandaag. If you wait long, then we pick all the very nice items. So we always come for the first day to get nice things.
Dit jaar geven de winkels vanaf de eerste dag grote kortingen. Want door corona zijn er veel winterkleren niet verkocht geraakt. Het gaat niet goed in de modesector. Er zijn al een aantal faillissementen geweest. We weten dat er nog een aantal op komst zijn, inderdaad. We weten ook dat de omzetcijfers de laatste paar maanden aan min 40, min 50, voor sommigen zelfs min 80% waren. We hopen dat 2021 een kanteljaar zal zijn en dat we weer naar een meer normale situatie kunnen evolueren. In de winkels zelf is het nog vrij rustig. Hier en daar winkelen mensen wel per twee. En de klanten weten waarom ze komen. Met de corona en zo zijn ze met veel blijven zitten. Dus we gaan wel profiteren. Hè. Ik wilde eigenlijk cashmere, omdat het nu koud wordt en het is toch een goede kwaliteit. Ik heb het al gekocht. Heel tevreden, dus voilà, ik kom terug. Er is nog weinig volk, dus ik voel me eigenlijk wat veiliger als dat daar zo'n gedrum is. Ik kom voor een sexy lingerie, dus ja, misschien vind ik dat, hè. Om de drukte te proberen spreiden, zijn de winkels in Antwerpen tijdens de solde ook open op zondag. De dagelijkse coronacijfers dan, die dalen nog, maar er zijn enkele kanttekeningen te maken. Afgelopen week hebben elke dag gemiddeld bijna 1600 mensen een positieve coronatest afgelegd. Dat is ruim een kwart minder dan de week ervoor. Maar door de vakantie is er ook veel minder getest en het effect daarvan is nog niet duidelijk. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gezakt tot 146 per dag. Dat is 9% minder dan de week ervoor. Maar het is nu toch al enkele dagen dat de daling niet meer zo sterk is. In totaal liggen er 2186 mensen met COVID in het ziekenhuis, 467 van hen op intensieve zorg. Het aantal overlijdens is gezakt tot 68 per dag. Er is in elk geval geen nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus aan het circuleren in Duffel, Wust, Wezel en Lier in de provincie Antwerpen. In het weekend was er ongerustheid over uitbraken daar, maar van een nieuwe variant blijkt uiteindelijk geen sprake. Ongerustheid in drie Antwerpse gemeenten die kampen met veel virus, vooral in woonzorgcentra. Maar er is geen typisch Antwerpse variant die de ronde doet. De stammen die we ook in die gemeente zien, zijn eigenlijk de stammen die we sinds maart als de meest dominante stam, de meest voorkomende stam in ons land zien. Dus daar is geen extra reden tot ongerustheid. Ook viroloog Steven van Gucht is er gerust in. Veranderen is nu eenmaal wat virussen doen, legt hij uit. Het is heel normaal dat wanneer je het virus genetisch gaat karakteriseren, dat je dan varianten ontdekt. Eigenlijk kan je stellen dat geen enkel virus echt gelijk is. Dat is een beetje zoals bij mensen. Bij mensen noemen we dat individuen. Bij virussen spreken we van varianten. Meestal betekent dat niet echt iets. Lier, Duffel en Wust-Wezel hebben dus te maken met zware uitbraken, zoals we ook elders al zagen. Daar is helaas geen nieuwe variant voor nodig. In het geval daar in Antwerpen heb ik begrepen dat men een bepaalde mutatie heeft waargenomen, die men de D614G-mutatie noemt. En ja, dat verwondert me eigenlijk helemaal niks, want dat is de mutatie die je aantreft in het standaardvirus. Dat is een mutatie die is ontstaan in China, begin 2020, is in maart beginnen spreiden in Europa en de meeste virussen die momenteel circuleren in Europa, die bevatten exact die mutatie. Dus het is heel normaal dat je die aantreft. Als ik morgen corona krijg, is de kans zeer groot dat ik ook die mutant zal krijgen. Dat is gewoon de standaard situatie. Daar kunnen we niet echt conclusies aan koppelen. Goed nieuws over het vaccin van Pfizer-BioNTech. Blijkt nu dat uit één ampul niet 5, maar 6 dosissen gehaald kunnen worden. De producent voorziet altijd wat extra vloeistof en dat blijkt voldoende voor een extra vaccin. In de VS heeft het Geneesmiddelenagentschap al goedkeuring gegeven om dat restje te gebruiken. Europa moet dat nog doen, maar bij de proefvaccinaties van vorige week in ons land werd die extra hoeveelheid al gebruikt. Daardoor kunnen er 20% meer mensen gevaccineerd worden met hetzelfde aantal aangekochte vaccins. Eén of meerdere jaren schorsing, dat is de straf die de KU Leuven bijkomend oplegt aan 7 van haar studenten. De 7 waren betrokken bij de studentendoop 2 jaar geleden die het leven kostte aan Sanda Dia. De universiteit heeft inzage gekregen in het strafdossier en verzwaart daarom nu de straf. De betrokkenen gaan in beroep. De advocaten van de 7 reuzegommers willen niet reageren op de nieuwe tuchtsancties. De KU Leuven beperkt zich tot een persbericht. Na inzage in het strafdossier heeft de KU Leuven een nieuw tuchtonderzoek gevoerd, waarbij werd vastgesteld dat het dossier verschillende elementen bevat waarover de universiteit eerder nog niet beschikte.
Vervolgens is de universiteit op basis van die elementen nieuwe tuchtprocedures gestart tegenover 7 studenten die betrokken waren bij de feiten en die vandaag zijn ingeschreven aan de universiteit. Volgens onze informatie zijn de betrokken studenten geschorst voor 1 of meerdere jaren. Dat is een veel zwaardere sanctie dan tijdens de eerste tuchtprocedure, waarbij ze alleen een paper moesten schrijven en een taakstraf krijgen. De familie van Sandadia, die niet betrokken is bij de tuchtprocedure, ziet in de nieuwe sancties wel een belangrijk signaal. Dat is eigenlijk voor onze cliënten, denk ik, erg belangrijk. Dat is dat men inziet dat er hier meer aan de hand is dan ja, een spijtig ongeval, maar dat er een dynamiek achter zit. Als die begrepen wordt, dan is dat uiteraard positief. De 20-jarige Sandadia stierf op 7 december 2018 na een extreem doopritueel van studentenclub Reuzegom. Het parket wil 18 Reuzegommers voor de rechtbank brengen, maar op een proces is het nog wachten. Intussen hoopt de advocaat dat universiteiten, studentengroeperingen als Reuzegom in de toekomst weren. Hoe komt het dat dat soort van groepen aan onze universiteit kan bestaan en zich kan ontwikkelen en daar activiteiten kan ontplooien? Ik denk dat dat echt een echte ernstige vraag is voor de universiteit. Want dat is het belangrijkste. Dat is voorkomen in de toekomst dat dit soort van dingen opnieuw zich kan ontwikkelen. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. U hoorde een fragment uit een telefoongesprek van president Trump met een minister in de staat Georgia. Trump vraagt hem om voldoende stemmen te vinden zodat hij toch nog als winnaar uit de bus komt in Georgia. De krant The Washington Post kreeg een geluidsopname in handen van het gesprek en daarop is te horen hoe Trump de minister onder druk zet en bedreigt. In Amerika zijn het de staten die de stemmen tellen en controleren en het eindresultaat officieel bekendmaken. En in Georgia was deze man de hoofdverantwoordelijke daarvoor, Brad Raffensperger, een republikein, een partijgenoot van Trump. Hij concludeerde weken geleden al dat Joe Biden had gewonnen in Georgia. Maar Trump vroeg hem afgelopen zaterdag nog om dat te corrigeren. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes. Tussen de regels door leek de president Raffensperger te bedreigen. You know what they did, and you're not reporting it. That's a criminal offense. And you can't let that happen. That's a big risk. Volgens heel wat commentatoren in de VS is het Trump zelf die met dit telefoontje mogelijk een misdrijf heeft begaan. En volgens de Democraten ging hij hoe dan ook zijn boekje te buiten. It was a bald-faced, bold abuse of power by the president of the United States. En blijkbaar maken sommigen zich zorgen over nog meer machtsmisbruik door Trump. 10 oud-ministers van Defensie, waaronder deze Dick Cheney, die ook nog vicepresident is geweest, en Trumps eigen oud-minister Jim Mattis, publiceerden samen een opiniestuk met een waarschuwing. Pogingen om de strijdkrachten van de VS in te schakelen om verkiezingsgeschillen op te lossen, zouden ons op gevaarlijke, onwettige en ongrondwettelijke paden leiden. Op 20 januari moet Trump het Witte Huis verlaten. Pianosonis in de Verenigde Staten. Ja, heeft Trump een grens overschreden? Heeft hij een misdrijf gepleegd? Riskeert hij iets? Wel, eerst en vooral zijn er politieke gevolgen. Mocht dit een politieke kwestie zijn, een jaar voor nieuwe verkiezingen, dan zouden de mensen waarschijnlijk beslissen om tot een impeachmentprocedure over te gaan. Want een dergelijk telefoontje heeft geleid tot de vorige impeachment. Dat is politiek. Het kan de partij verscheuren tussen loyalisten van de president en mensen die zeggen, hier is een limiet overschreden, hier moeten we tegen optreden. Maar de president is over 14 dagen weg, dus dat zal niet gebeuren. 2 legale consequenties, wettelijke consequenties. Er zijn waarschijnlijk een aantal wetten overtreden, federale wetten, staatswetten, afpersing, mogelijke ontnemen van een rechtmatig uitgebrachte stem. Dat is een schending van de burgerrechtenwet. Het aanzetten tot fraude. Dus volgens wetsspecialisten zijn er mogelijk misdrijven gepleegd. Maar de traditie is, Annelies,
dat het departement van Justitie meestal geen zaak maakt als er een zittende president is. Over 14 dagen is hij uit het Witte Huis. Mogelijkerwijze kan dan het departement wel een zaak starten. Maar de vraag is, wil Joe Biden zijn presidentschap starten met een zaak tegen de vorige president? Weinig waarschijnlijk. Het zal waarschijnlijk bij grote morele verontwaardiging blijven. Ja, Björn, toch even zeggen waar je staat. Niet in Washington of New York, maar in Riverdale in Georgia. Want het autogetoeter overstemt bijna je uitleg, maar we horen je nog. Daar in Georgia is een verkiezingsmeeting aan de gang. Want morgen wordt er gestemd over de twee laatste senaatszetels van de verkiezingen van 2020. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is superbelangrijk. Nu is de machtsbalans 50 senatoren voor de Republikeinen, 48 voor de Democraten. Er zijn nog twee zetels te begeven, twee in Georgia, want elke staat krijgt twee senatoren. De Democraten moeten ze alle twee winnen om eventueel de machtsbalans te kunnen door te laten slaan naar 50-50. En als het 50-50 is in de VS, dan is de beslissende stem die van de voorzitter van de Senaat, die eraan toegevoegd wordt als de zittende vicepresident, Kamala Harris. Dus als de Democraten, en ze moeten die winnen, twee zetels binnenhalen, hier is het 50-50 en is Kamala Harris de beslissende stem. En dat is van belang om benoemingen te laten plaatsvinden met een meerderheid, om rechters te benoemen, om verdragen te ratificeren. Dus superbelangrijk. Als de Democraten hier niet winnen, is hun agenda al hevig, hevig gehypothekeerd en kunnen Republikeinen hen torpederen. Maar ik sta hier inderdaad in Riverdale, waar Raphael Warnock, een van de kandidaten voor de Democraten, campagne voert. En ik ben de afgelopen dagen naar een hal geweest waar ze de stemmen controleren. De president zegt vaak, het wordt niet gecontroleerd op handtekeningen. Ik ben er toch naartoe geweest en dit is mijn verslag. Dankjewel, we kijken ernaar. This Tuesday, everything is on the line. We are going to stop socialism in its tracks. Het gevecht om Georgia. Twee senaatszetels beslissen of Joe Biden met kracht kan regeren of niet. Let me be clear. I need Raphael Warnock and John Ossoff in the United States Senate to get this done. De verkiezing vindt plaats in een klimaat van wantrouwen, zeker na de betwiste presidentsverkiezing van 3 november. This is the first election I felt that there's been something wrong. Deze man is waarnemer voor de Republikeinen bij de verkiezing. Hij wil zonder naam op tv en denkt dat de verkiezing weer gestolen wordt. I believe there were probably thousands of instances of fraud across several key states and probably more states. It's sort of like 1,000 cuts with a razor. 3 miljoen mensen hebben vooraf hun stem uitgebracht in Georgia. Tienduizenden poststemmen daarvan worden in deze hal gecontroleerd op de juiste handtekening. Om fraude tegen te gaan, kijken ambtenaren of de handtekening van de poststem overeenkomt met de handtekening van die kiezer op een identiteitsbewijs. Do you trust the process? No. We haven't been given a operations guide. We are kept far enough away from the process where we actually can't see what's going on. Verkiezingsmedewerkers werden na 3 november bedreigd en geïntimideerd. Zelfs Republikeinse functionarissen vonden het onaanvaardbaar. It has all gone too far. All of it. De Democraten vinden dat het proces eerlijk verloopt. This is an open, transparent process that we're all allowed to observe. And things are going very smoothly. And the claims of fraud or any kind of secrecy are just absurd. And they've been disproven time and time again in court. Voor één keer kijkt de hele wereld toe op de senaatsverkiezingen in Georgia. Julian Assange, de oprichter van de website WikiLeaks, moet niet uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten. Dat heeft een rechter in Groot-Brittannië beslist, waar Assange momenteel een celstraf uitzit. Amerika beschuldigt de 49-jarige Australiër ervan geheime informatie te hebben gepubliceerd. Volgens de rechter kan Assange niet uitgeleverd worden vanwege mentale problemen. Mensenrechtenorganisaties en organisaties die opkomen voor de persvrijheid zijn opgelucht over de beslissing. Schotland gaat vanaf middernacht opnieuw in volledige lockdown. De Schotse premier wil op de rem gaan staan voor het helemaal uit de hand loopt met het aantal coronabesmettingen. Op deze grafiek van heel het Verenigd Koninkrijk is goed te zien hoe de curve van nieuwe besmettingen pijlsnel en bijna rechte hoogte ingaat.
Voor Engeland zou premier Johnson vanavond nieuwe maatregelen aankondigen. In Londen sloegen de ziekenhuizen enkele dagen geleden al alarm. Het aantal coronabesmettingen stijgt er zo snel dat de druk bijna onhoudbaar is. Die alarmkreet hebben ze in Schotland gehoord. De Schotse premier zegt heel bezorgd te zijn en wil vermijden dat het dezelfde kant uitgaat. In fact, our modelling suggests that without further intervention, we could breach inpatient COVID capacity within 3 or 4 weeks. And of course, a sharply increasing number of cases in human terms means many more people becoming ill and dying. All of that explains why we have to act quickly and decisively. En daarom voert Sturgeon om middernacht opnieuw een lockdown voor heel Schotland in. Our fundamental advice for everyone is to stay at home. That is the single best way of staying safe. We consider that this stay-at-home message and advice is now so important that from tomorrow it will become law, just as it was in the lockdown last year. This means it will only be permissible to leave home for an essential purpose. De nieuwe variant van het coronavirus doet de curve met het aantal besmettingen pijlsnel stijgen. Daarom denkt ook premier Johnson dat de huidige maatregelen in Engeland niet voldoende zijn. You know, if you look at the numbers, there's no question that we're going to have to take tougher measures, and we'll be announcing those in due course. Welke maatregelen dat zijn, weten we mogelijk vanavond. Dan houdt Boris Johnson een toespraak op televisie. Intussen draait het Britse vaccinatieprogramma wel op volle toeren. Ze zijn al 3 weken aan het inenten met het vaccin van Pfizer-BioNTech. En vandaag is voor het eerst het vaccin van AstraZeneca en de Oxford Universiteit gebruikt. De Britse gezondheidsdienst had het vorige week goedgekeurd. Brian Pinker, een man van 82 uit Oxford, kreeg het als eerste in een ziekenhuis niet ver van de plek waar het vaccin ontwikkeld is. Oh, the vaccine means everything to me. I mean, to my mind, it's the only way of getting back to a bit of normal life. You know, this virus is terrible, isn't it? And what do you think others should do if invited to come forward and get a vaccine? Oh, they should. I mean, it's a no-brainer. They need to come, don't they? Yeah. De gevreesde chaos en files in Dover en in Calais blijven uit. Voorlopig toch. We hebben ook maar de eerste werkdag achter de rug nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douane-Unie is gestapt. Aan beide kanten van het kanaal, zowel in het Franse Calais als in het Britse Dover, verliep het verkeer rustig vandaag. Vrachtwagens met goederen die het kanaal oversteken in eender welke richting moeten een extra douanecontrole passeren en in orde zijn met de nodige documenten. Maar dat verliep vandaag nog betrekkelijk vlot, dat zegt Bart Windels, een vrachtwagenchauffeur die onderweg is naar Londen. Met een beetje vertraging op de Britse kant, omdat het met de grensformaliteit nog op Britse bodem is. Iets vertraging verloopt. Met de douane documenten van België en uit is alles in orde geweest. Kijk je daar naar uit om nu die vrienden terug te zien? Ja, het is wel niet zo tof dat het een examen is, maar het is wel super tof dat je vrienden ook weer terugziet. En ik vind dat ook wel, dat stelt een beetje gerust dat je ook een keer bij je vrienden nog een keer kan zien, want dat is ook al zo lang geleden. Voor de studenten aan de hogescholen en universiteiten zijn de examens begonnen. Door de coronamaatregelen worden die nog altijd anders georganiseerd. Net als in juni wijkt de Universiteit Gent bijvoorbeeld uit naar Flanders Expo. Voor heel wat studenten was het een blij weerzien met de anderen, want ze hebben dit academiejaar amper les gehad samen. In 3 sessies stroomden de studenten toe vandaag. Met elke keer veel zenuwachtige zielen. Maar elkaar weer eens face-to-face spreken, dat doet deugd. Het is toch ook leuk om nog eens buiten te komen. Nu zien we nog iemand. Want eigenlijk de eerste tijd dat we buiten komen is nu om examens te maken. Ja, want jullie hebben elkaar de voorbije weken niet meer gezien. Maanden. Hoe blij ben jij dat je weer je studiegenoten ziet? Zeer blij. Ja, het zijn de enige mensen die ik tot nu toe ken. Dat je nog niet echt naar de les bent kunnen gaan. Voor de Universiteit Gent is dit een hele organisatie voor de 3e keer al intussen. Er worden in de hele maand januari 175.000 on-campus examens georganiseerd. Daarvan zijn er 115.000 die in Flanders Expo worden georganiseerd. Vandaag is de eerste dag de drukste dag. Passeren er 3 keer 2.500 studenten.
En opnieuw elkaar terugzien, dat doet goed. Kijk je dan naar uit om ja, nog eens mensen in levende lijven... Ja, dat wel, maar dan misschien liefst niet met mijn examens. Ja, het is liever... nu wel zo even een beetje ontstressen, net voor je examen. Ja. Dus dat is wel positief, om elkaar terug te zien dan. Hè. Het examen genetica wacht, maar eerst samen wat chillen. Ja, kijk naar uit. Dat examen is niet zo, maar hier wel. Hier natuurlijk wel. Een super dubbel gevoel. Hè. Je hebt keiveel stress voor je examen, maar toch, ik kom hier aan en ik was echt zo, oh, waar zijn mijn vrienden? Ik heb ze echt al keilang niet meer gezien. We hebben even moeten wachten, maar ze zijn toch gekomen. Hè. En dan toch bittere ernst. En dat is de rest van de maand zo in Flanders Expo. En waar de studenten vast ook naar uitkijken. Feesten en fuiven zonder afstandsregels, mondmasker of avondklok. Studio Brussel kan in elk geval niet wachten. Van wanneer het kan. Echt de week daarna gaan we met Stubru de eerste grote echte indoor rave geven. Zij hebben hun eerste post-corona dansfeest al aangekondigd. Alleen de datum is nog wat onzeker. Straks meer, eerst het sportnieuws. Met Aster. Hey. Standaar heeft zijn nieuwe trainer voorgesteld. Inderdaad, Annelies. De naam die hebben we hier vorige week al meegegeven. Het was enkel nog wachten op de officiële voorstelling. En die kwam er deze namiddag. Mbaye Leye is de opvolger van Philippe Montagnier. En moet Standaar vooral weer aan het voetballen krijgen. Doelpunten maken is de grootste bekommernis van de Senegalees. Die naast ex-speler ook ex-hulptrainer is in Luik. Hij kent het huis en blijkbaar heeft Leye zijn analyse al gemaakt. Je pense que dans l'urgence, ce qui est très important, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas que c'était pas bon l'état d'esprit, mais je pense c'est surtout adhérer à l'ADN standard de Liège. Donc, c'est-à-dire que la passion dont on parle, la passion, on doit le voir sur le terrain et cette fierté d'avoir ce blason-là. Die passie en trots waren inderdaad ver te zoeken de laatste matchen. Standaar ging de winterstop in met 4 nederlagen op rij. Vooral offensief loopt het niet. Leye moet het doen met de op 2 na slechtste aanval. Le classement de la défense de cette équipe là, elle est très bonne. Si on peut garder cette défense à son niveau au niveau du classement et monter au niveau des buts marqués, il faut le faire. Et voilà, on le sait, le Standaard de Liège a envie d'avoir un attaquant qui est capable de marquer 15-20 buts par saison. Et ça, je pense que voilà, avec ça, on est déjà très loin. Vraag is of zo'n spits haalbaar is voor het financieel geplaagde Standaard. Na het afhaken van zakenman François Fornieri is er nog geen nieuwe investeerder. Na zijn jaar als assistent onder Prudhomme kent Leye de ploeg al goed, maar hij wil niet te ver vooruitkijken. Le plus important c'est de survivre à ce mois de janvier. Et je pense que ça c'est l'objectif, de montrer des Wasland Beveren qu'on a une certaine identité, qu'on voit que certaines choses ont changé. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Leye heeft exact een week om zich voor te bereiden op zijn eerste wedstrijd. Dat is tijd waar ze in Eupen alleen maar van kunnen dromen. Want waar januari traditioneel een periode van herbezinning en rust is, met de winterstop is het dit jaar razend druk. Door de vele coronagevallen in december hebben ze het in Eupen zelfs nog zwaarder te verduren dan de andere clubs. Het speelt 8 wedstrijden in 3,5 week tijd. Te beginnen met woensdag tegen Racing Genk. Misschien is dit wel de enige pittige training van Eupen deze maand. Niet dat ze het laten hangen in de oostkantons. Het heeft te maken met een hovervolle kalender. 8 wedstrijden deze maand. Ja, de maand januari gaat voor ons enkel zijn wedstrijd herstellen. Tactisch heel licht en dan is het weer een wedstrijd. Dus deze maand is er sowieso geen echte training van 1:30 uur. Zal er sowieso niet meer bij zitten. Het is zeker nu denk ik, de eerste 4 wedstrijden op 9 dagen. Dat is sowieso heftig, maar ja, dat is beslist en daar valt ook weinig denk ik, aan te doen. De drukke kalender bezorgt San José, de trainer van Eupen, kopzorgen. Want hij zag ook al dat het in december niet liep zoals verwacht door de vele positieve COVID-19 gevallen. Before this COVID disaster came for us, we were in the same point of the position number 9 and to 3 points to the playoffs. En dan 3 weken eigenlijk heel weinig activiteit, ook hier op het trainingsveld. Ik denk veel trainingen die geskipt werden of aangevuld met beloften. En ja, dan is die wedstrijd tegen Zulte Waregem zeker een domper geweest. Het 2-3 verlies thuis tegen Zulte Waregem net voor nieuwjaar was pijnlijk. Maar door de drukke kalender kan het gevoel ook weer heel snel positief worden. Gewoon een beetje in de flow geraken en dan, dat je dan op dat elan die wedstrijd door kunt. Want ik denk dat
Als je wedstrijden verliest, dan de dag erna voelt alles heel pijnlijk aan. Maar als je wint, dan voelt je die vermoeidheid niet. En dat zal voor ons ook belangrijk zijn mentaal. Dekt Enfant Terrible de lading nog als we het over Didier Lamkelzé hebben? Ik weet het niet meer. De verguisde aanvaller van Antwerpen heeft een zoveelste frat uitgehaald. Lamkelzé arriveerde vanmorgen op de club in een truitje van Anderlecht. Een paar struiten. Daar hebben ze in Deurne-Noord een hekel aan. De Cameroenen willen op die manier druk zetten op Antwerpen om hem te laten vertrekken naar het Griekse Panathinaikos. Maar of dat zal helpen, dat moet nog blijken. Aan de andere kant van het voetbalspectrum staat Cristiano Ronaldo weer een stap dichter bij een mythisch record. Hij scoorde gisteren met Juventus tegen Udinese 2 doelpunten en passeert zo Pelé in de topschutterstand aller tijden. Hij heeft nu 758 goals gemaakt in zijn carrière. Nog 2 en dan staat hij bovenaan. Eli Iserbyt zal zondag zeker aan de start staan van het BK-veldrijden in Meulebeke. Iserbyt viel nogthans gisteren in Hulst. Hij vreesde voor zijn elleboog. Maar uit een scan blijkt dat die niet gebroken of gebarsten is. Goed nieuws dus voor de kopman van Paul Sousen, bingo. En het is nu ook officieel bevestigd. Kim Clijsters zal net als vorig jaar niet deelnemen aan de Australian Open. Clijsters blijft gewoon verder trainen. Haar laatste wedstrijd dateert al van de US Open in september. En dan naar de hype van de voorbije weken. Het was echt opvallend. Het WK darts. Dat kende gisteren zijn finale in Alexandra Palace in Londen. En wat voor een finale. Gerwin Price stond er tegenover Gary Anderson. Wales tegen Schotland. En Price, een voormalig rugbyspeler, haalde het met 7-3. Die score doet een comfortabele zege vermoeden, maar dat was het toch op het einde allerminst. Gerwin Price was 7 jaar geleden nog een professioneel rugbyspeler. Nu staat hij voor het eerst in een WK-finale. Maar van zenuwen lijkt hij in het begin toch geen last te hebben. Price loopt uit tot 5-1. Tegenstander Gary Anderson won het WK al 2 keer. De Schot keert terug tot 6-3. Maar Price vecht vooral tegen zichzelf. De Iceman krijgt 11 kansen om het uit te maken, maar mist keer op keer. 1 geluk voor Price. Anderson kan niet profiteren en de Welshman vindt dan toch zijn kalmte terug. 177. Bij 6-3 en 2-2 kan en mag Price niet meer missen. Matchdart nummer 12 is goed voor de wereldtitel. Yeah, I just felt so comfortable in that game in the middle part of it and then obviously towards the end. Crazy. I couldn't hit a band over the shock and if you give it to me, but yeah, I'm happy that he missed a couple of doubles. And I took it out in the end. The way I've played all this year, I think I deserve this trophy. I probably deserve to be number one, but yeah, the pressure starts now. Price pakt de titel met 7-3, wint ruim €500.000 en wordt ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ja, Price is inderdaad de nummer 1. En op nummer 10 op die wereldranglijst zien we Dimitri van den Berg, Dancing Dimi. Hij schopte het tot in de 8e finales, maar... Hij deed zoveel meer dan dat. Hij begeesterde. De kijkcijfers van het WK waren hier in Vlaanderen ongezien. Dancing Dimi leerde zijn volk darten. Met enige zin voor overdrijving. Wat niet overdreven is, tegenwoordig vliegen de dartborden over de toonbank. Deze Wimo is een topper in de verkoop. En zoals je ziet, rest er nog maar eentje. In deze winkel met cafésporten in Antwerpen kunnen ze de bestellingen amper bijhouden. Sinds de start van het WK in december werden er al 300 borden verkocht. Ook deze man komt er eentje kopen. Bent u geïnspireerd door het WK dat net geweest is, door de hype die er een beetje is rond de sport? Ja, dat klopt. Ja. Plus de vrienden. Iedereen is er wat begonnen en dan, ja, dan wil je niet achterblijven. Hè. Het WK-effect is groot met Belgen die internationaal schitteren. Maar er speelt ook nog iets anders. Nu alle cafés dicht zijn, is thuis een pijltje gooien met je bubbel een ideaal alternatief. We zitten toch in een speciale periode van lockdown waar veel mensen zich thuis proberen bezig te houden of te amuseren in beperkte kring. En daar is darts natuurlijk ook zeer aangewezen voor, omdat je met 2 personen het spel kunt spelen. En je kunt het spelen op een recreatieve manier, dus gewoon puur plezier. Ook de Belgium Darts Corporation, een van de 2 dartsbonden in ons land, merkt dat de sport in de lift zit. Al zijn de coronamaatregelen meteen ook een rem op de populariteit. Ja, helaas zijn alle sportzalen en de horeca gesloten. Dus we kunnen nu op dit moment niet profiteren van die grote boost die er op dit moment is natuurlijk. Dus wij wachten echt tot ze
de corona een beetje voorbij is. Dan blijft de vraag, is darts nu een topsport of toch gewoon een spel? Daarover verschillen de meningen nog. Darts is een topsport. Het is niet alleen een sport, maar het is echt een topsport. Als je ziet naar de posturen van de Engelsen en andere dartspelers op tv, heeft het eigenlijk misschien op eerste zicht weinig met topsport te maken. Maar op topniveau is een basisconditie toch wel een minimum. Het is in ieder geval heel moeilijk, dus je hebt er wel veel talent voor nodig. En ik wil ook graag nog Kim Huibrechts vernoemen, want ook hij heeft darts mede op de Vlaamse kaart gezet. Oké, prima. Dankjewel, Aster. En ik heb nog iets voor jou, denk ik. Want stel je voor dat we weer kunnen dansen en feesten zoals vroeger. Radiozender Studio Brussel wil ons alvast laten dromen. Ze willen het eerste post-corona dansfeest organiseren. De datum staat nog niet vast, want het zal pas kunnen doorgaan wanneer virologen en politici zeggen dat het veilig genoeg is. Studio Brussel heeft samen met de subs één goed voornemen voor 2021. Opnieuw samen dansen. Niet met je knuffelcontact in de keuken, maar met z'n 4000 in de Lotto Arena. Het event krijgt de toepasselijke naam I Want to Dance Again naar het nummer van de subs. Ja, dat nummer is ontstaan in de lockdown. Dat was echt een lockdown lied. En die lyrics en die tekst is toen ontstaan omdat we zodanig craveden om opnieuw te dansen. We hebben dat uitgebracht. En in één keer hadden we superveel respons op de radio. We hadden hoodies gemaakt, iedereen wou die. En we voelden dat we echt een snaar hadden geraakt bij de mensen. En toen hadden we zoiets van, ja, we moeten hier gewoon een event doen. Tickets zijn al te koop, maar een datum is er nog niet. Het feest gaat pas door wanneer politici en experten akkoord zijn. Toch vinden ze het bij Studio Brussel belangrijk om wat perspectief te geven. Wij voelen bij ons publiek een ontzettend grote drang om te feesten, om nog een keer samen te kunnen dansen. Zodat op zwepende gevoel van een dansvloer echt te volle te kunnen beleven. En we hopen door dit te organiseren dat iedereen zich zo lang als nodig zal kunnen houden aan de coronaregels. Dat misschien een extra stimulans kan zijn om dan alles compleet los te kunnen laten. Alles compleet loslaten, dat zit er volgens de experten niet meteen in. Als evenementen terug toegelaten worden, dan zal dat waarschijnlijk stapsgewijs zijn. Eerst kleinere evenementen. Als dat allemaal goed gaat en de cijfers blijven goed, ja, dan kan dat geleidelijk aan opgedreven worden naar grotere evenementen. Dus dat zal een stapsgewijs proces zijn. Gaat u zelf dansen? Het zou kunnen, hè, maar het zou ook kunnen dat ik op die moment eerder ga wandelen in de bergen. Als het dan toch mag, dan ga ik liever de rust opzoeken in de bergen, denk ik. Vannacht kan er eerst nog wat winterse neerslag vallen. Later wordt het overwegend droog. De minima liggen tussen -3 en +3 graden. Morgen krijgen we opnieuw grijs en overwegend droog weer bij maxima tussen -1 en +4. Dat de scholen weer open zijn, was ons eerste hoofdpunt vandaag. Met 1 of 2 lege stoelen in sommige klassen van kinderen die uit het buitenland zijn teruggekomen en in quarantaine zitten thuis. Ik bedank u hartelijk voor het kijken en zie u heel graag morgen terug. Hey Maria, Betty en Winston, ben je al verlof geweest? Nee. Vind je het goed dat er aan de schoolpoort bij het binnengaan dat er wordt gecontroleerd? Ja, tuurlijk vind ik dat goed, want dat verkleint de kans op besmettingen. Ja, ik denk dat sommigen wel in quarantaine zitten momenteel, maar ik weet niet of er zijn gaan testen. Ik denk dat die gewoon 7 dagen thuis zitten nu. Het beeld is gelijklopend overal. Het gaat over enkele leerlingen per school. Soms geen, soms wat meer. Een 5 à 10-tal. En hier en daar ook een leraar die afwezig is. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.